Goedemorgen, dit is het weersenaal van maandag 1 oktober. Flink wat buien boven de Noordzee. Al die witte dotjes zijn allemaal buitjes en die trekken vanuit het noordwesten over ons land. En daarbij kan in het noordwesten van het land ook een klap onweer voorkomen. Vanochtend nog lage temperaturen, 8 tot 10 graden op de meeste plaatsen, met name aan zee, waait een krachtige wind uit het noordwesten en daardoor is het voor het gevoel koud. Vanmiddag neemt de buiigheid geleidelijk af, maar het wordt niet overal droog. De kans op een klap onweer in het noordwesten blijft en veel warmer dan 12 tot 14 graden wordt het niet. En ook vanavond dan koelt het niet heel erg af door de bewolking. De temperatuur dan 8 tot 10 graden, wel neemt de stevige noordwestenwind iets in kracht af. Vannacht, dan gaat de temperatuur daarna een graad of 5. En uiteindelijk loopt het kwik weer op tot morgen 15 graden aan zee. En landinwaarts wordt het niet veel warmer dan 13 graden. Het is bewolkt en nu en dan valt wat regen. En mogelijk dat het in het eind van de middag in het noordwesten weer opklaart. Vanaf woensdag is het toch beduidend beter weer. Met minder buien, meer zon en geleidelijk oplopende temperaturen. Met op vrijdag landinwaarts mogelijk 20 of 21 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl